Sorry hoor. Ha! Oké, allez, kom aan. Ik zag het gewoon echt niet meer zitten. Ik weet niet wat het was, maar iets in mij hield me tegen om naar school te gaan. Ik heb mij nooit genoeg gevoeld. Hij heeft mij laten inzien door mij op te bellen wanneer ik thuis moest blijven, omdat ik gewoon op was mentaal. Van, je bent wel goed genoeg en fuck it, laat het los. En dat heeft wel echt heel veel voor mij betekend. Ik wou u laten weten hoeveel dat u voor ons heeft betekend. Niet alleen voor Niels, maar ook voor mij en voor het hele gezin. Mevrouw Van Goyle, u heeft me echt doen durven dromen en u heeft er echt voor gezorgd dat ik ervaringen heb mogen meemaken die ik daarvoor nooit zou gedurfd hebben, zoals die Olympiade van het Frans. Ik voel me nu niet meer alleen, ik voel me nu niet meer eenzaam, ik voel me echt op mijn plek op school. Hij heeft gezegd van, het kan echt moeilijk zijn in het leven, maar je moet ervoor durven gaan en je mocht vooral je moed niet opgeven. U was echt wel degene die geloofde in mij toen ik niet eens in mezelf geloofde. Nu weet Niels dat hij echt iets kan en dat hij vooruit kan in het leven. Je hebt mij de kans gegeven om me open te zetten voor anderen en om gewoon mezelf te zijn. En dat is waarom jij voor mij de leerkracht van het jaar bent. Er mogen eigenlijk 10.000 andere versies zijn zoals u, maar voor mij ben jij de leraar van het jaar. En daarom, mevrouw Van Goyle, bent u voor mij echt wel de leraar van het jaar. Mevrouw Beelen, voor mij bent u echt de leraar van het jaar. Jan, je hebt me zoveel kansen gegeven en daarom ben jij voor mij de leraar van het jaar.